We hebben een analyseaanvraag gekregen van Ewout en die vraagt ons om te kijken naar de website mesonara.eu. En dat is een website waar hij vakantiehuisjes verhuurt of aanbiedt. En de bedoeling is vooral dat het heel klantvriendelijk is. Dus zoals ze dat noemen, usability friendly. Oké, zullen we kijken. Dus je kan daar vakantiehuisjes huren. Nou ja, dat is wel duidelijk. Mooie foto. Hè? Ja. Dus gewoon, het zet de sfeer neer. Het is Frankrijk. En je ziet meteen huisjes. Je ziet meteen de huisjes. Ook fijn. Weet ik nog niet of het hier om verkoop of om verhuur gaat. Dat is misschien nog wel. Hè? Dat je zegt van, nou ja, misschien meteen een prijs erbij. Hè? Dus wat is je goedkoopste tarief? Dat zal ergens in de winter zijn. Zet dan je goedkoopste tarief er neer. Nou, lees verder. Dat vind ik wel een leuk huisje. Ik krijg mooie fotootjes ervan. Een slider. Dat kan in principe wel, als het gaat om foto's, vind ik dat wel een mooie manier om te laten zien wat het is. Dus dat is goed. Prijzen reserveren. Ja, dat kun je ook gewoon goed doen, denk ik. Ja. Je ziet wat er allemaal in zit. En volgens nog ziet het eruit als een goede website. Is die respons? Ja, dan moet ik... Ik weet niet of ik dat zo kan laten zien eigenlijk. Nee. Ja, een beetje. Ja, hij is wel responsief. Oké. Okay. Dus zij is ook responsief, dus in principe is dit er allemaal goed uit. Dan moet je even zoeken dan. Okay. Even kijken of we iets missen. Ja, wat ik... Oh, hè, misschien, ik weet niet hoeveel relevant is, maar recensies. Hè, mensen die al geweest zijn in die huis, die zeggen van... Ja. Ik heb hier, was hier hartstikke leuk, vooral op de hoek zit een lekkere pizzeria. Ja, als je naar beneden scrollt, dat zit er helemaal niet. Nee. Nee. Dus eigenlijk als je iemand zou willen overtuigen, kijk, nu denkt hij van, oh ja, leuk, het zal wel. En dan ga je het alsnog eventjes in Soever. Soever checken, ja. Of booking.com. Ja, je gaat in ieder geval even kijken van, goh, wat vinden we? En als je dat dan hier doet, dan heb je misschien die mensen al wel te pakken. Wel jammer dat die plaat bovenin de hele tijd hetzelfde is. Ja, die blijft hetzelfde inderdaad. Ja, en ook hier zo jammer. Een vakantie op maat en dan... Ja, zou ik hier toch op willen klikken en dan zou ik wat meer... geef een voorbeeld van zo'n vakantie op maat, zo'n avontuurlijke, weet je wel. Oh, jij gaat dan berg beklimmen en dan gaan we bungee jumpen. En ook iemand die zo'n vakantie op maat heeft gehad, natuurlijk zegt van bungee jumpen was super vet. En als je naar beneden klikt, dan zie je daar knopjes wie zijn wij. Zitten die erboven ook? Nee, die zitten boven niet. Oké, dus daar is het heel erg gericht op vakanties en dan daaronder stel dat iemand er verder... En mis ik ook, wie zijn wij? Dit zegt me nog niet echt heel erg veel. Ik zie geen naam, ik zie geen mensen, ik zie geen foto's. Dus als ik dan zo'n huis wil huren, dan zou ik het wel heel fijn vinden om te zien wie ik dan ga betalen. Ja, en van wie ik het huis ga huren. Ja, dat je dat persoonlijke, bijvoorbeeld als je kijkt naar het succes van een Airbnb of zo, dat komt juist met name omdat je direct kan zien wie verhuurt het huisje, heeft hij goede reviews. Ja. Het wordt heel persoonlijk, het wordt heel echt, het is een connectie die je dan hebt en... Dat zou je juist op die website ook kunnen gaan doen. Hè? Dus door te laten zien dat jullie de specialisten zijn. Jullie hebben die huisjes uitgezocht. En jullie zijn heel kritisch. En jullie kennen die mensen. Nou, op die manier kan je het misschien nog beter maken. Ja, dus eigenlijk ziet de website er al heel goed uit. Ja, de basis is heel erg goed. Maar dan is net dat stukje persoonlijk met en aan de ene kant met reviews, met recensies. En aan de andere kant met jullie eigen persoonlijke... Dus eigenlijk is het thema persoonlijk. Hoe persoonlijker, hoe beter. Ja, dus succes. Wil je dat we jouw website ook analyseren? Meld je dan aan op onze nieuwsbrief en ga naar www.vaneldijk.nl/nieuwsbrief. En wil je op de hoogte blijven van al onze analyses? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal.